We hebben laatst, heb ik in de pers, heb ik vernomen en ik, gisteravond nog was ik aan het appen met mijn collega Juus Paul over hoge mate van professionele pedofielen. En ik ga u zeggen, collega, men moet God dankbaar zijn dat ik geen minister van Juus Paul ben. Anders waren ze al lang doodgeschoten. Het heeft me echt aangegrepen, hoor. Dat, van die vieze, akelige mannen met die kinderen. Okay. Je zal ze doodschieten. Ik ben vreder, ik wil ze castreren. En ze hun leven lang kijken naar iets wat er niet is. En lijden, en psychisch lijden, en kapot gaan. Mensenrechten gaat gillen, maar vrijdag ben ik bezig met mensenrechten, dus ik mag dit niet zeggen nu. Maar wanneer we zieke mensen hebben, en we gedogen het, jarenlang, verkrachtingen, met een mantel der liefde bedekken, wanneer mijn politie, de jeugdige die komt vertellen dat pa hem of haar misbruikt, ook behandeld als een kleine misdadiger, en dat kind schreeuwt en niet eens weet aan te pakken, dat zijn wij het zelf die dit maintainen. En dat is wat me irriteert. En dat is wat me boos maakt. Want we zullen ook binnen het UNDP-UNICEF-programma deze trainingen ter hand moeten nemen. Dit kunnen we niet langer tolereren. Dat instituten eraan meewerken. We hebben pas nog een paar maanden geleden iets gehad bij de politie. Omdat het om een collega ging. Er is een rotzooi gebeurd en die collega is vrij. Ik bedoel, ik ben een type die alles zegt. Laat mij weten welke wantoestanden er zijn in dit land. En dat wij het zelf gedogen. En dat wij het doen. En wanneer die minister wil, en iedereen om haar heen wil niet, omdat welk instituut dan ook betrokken is erbij, niet eens weet hoe ze moeten handelen. Wanneer een kind mishandeld wordt. Wanneer een kind hele uien moet slikken. Want het heeft een onvoldoende op school gehaald. Wanneer het kind met de ketting van een auto wordt geslagen. En het OM vindt het moet terug naar diezelfde omgeving. Dan faalt het OM. Dan faalt een instituut dat het kind moet beschermen. Ik kan er niet vaker genoeg over hebben. Wij van Juus Paul moeten die kinderen beschermen. Misdaden tegen kinderen is naar mijn gevoel een aparte regeling waard. Ik ga deze discussie beginnen. Politiek, met stakeholders, het OM, met de politie, welke problemen ondervind je enzovoort. En ik hoop dat we eind volgend jaar zover zijn dat we iedereen hebben kunnen overtuigen dat je misdaden tegen kinderen 1 zwaarder moet straffen, 2 moeten we kijken of strafvordering ons niet te veel blokkeert. Dit kan niet. Dit kan niet. Dit moeten we stoppen. En we gaan het stoppen. En pluimpje voor de politie. Pluimpje voor inspecteur Drachtensteen. Dat ze zo alert en assertief geageerd heeft. Pluimpje voor het hele korps. Dat het zo snel gegaan is. En we moeten meer vinden. Er zijn meer. Die wet van cybercrime moet ook komen. Dan kunnen we ze ook langs die weg oppakken.